12 jaar geleden, in 1944, had veldmaarschalk Montgomery enige tijd zijn hoofdkwartier in Nijmegen. Deze dagen kwam hij hier weer met het NATO-opleidingsschip Amiral Exelman. Montgomery werd begroet door de burgemeester van de keizer Karelstad, door de commissaris der koningin in Gelderland en door de Britse ambassadeur. Direct na aankomst begaf de bevrijder van Nijmegen zich naar het gerestaureerde stadhuis, waar een bijzondere raadsvergadering werd gehouden, die door tal van militaire en burgerlijke autoriteiten werd bijgewoond. Uit handen van burgemeester Hustings ontving de veldmaarschalk de gouden medaille en de oorkonde behorende bij het ereburgerschap van Nijmegen. De plechtigheid in de raadzaal werd met een driewerf hoera besloten. De volgende dag bracht Montgomery een bezoek aan de Airborne begraafplaats bij Oosterbeek, waar hij bij het centrale gedenkteken een krans legde. De veldmaarschalk, die zo'n belangrijk aandeel had in onze bevrijding, verbleef tenslotte nog enige tijd tussen de graven van hen die voor deze bevrijding hun leven hebben gegeven.